We zijn hier bij Bistro de Stadshoeve. Sinds vorig jaar dit initiatief gestart, samen met heel veel vrijwilligers. Om midden in Stadshagen een park met een stukje ontmoeting, waar mensen ook lekker een kop koffie of een kopje thee kunnen drinken. We werken puur met heel veel lokale boeren samen. Dus we proberen echt lokaal te halen en biologisch. Dus we willen weten wat de mensen eten. En wij doen hier een stukje dagbesteding met onze deelnemers. Mogen we voor Stichting de Stadshoeve mogen we de dieren onder andere verzorgen en de tuinen doen. Nou ja, het onderhoud van het terrein, dat soort dingen. Ik wil de ezels wasselen en natuurlijk ook een staal verschonen van de ezels. Ja. En de varkens. En waarom heb je voor Stadshagen gekozen? Nou, vooral voor het kindvriendelijke buurt. Er is een speeltuin voor 0 tot 4, voor kleinere kinderen. Er wordt een nieuwe speeltuin gebouwd, een heel groot kasteel. Dat is dan voor 4 plus, tot en met 12. Nou, mooi groen, mooi wonen, fijn wonen. Ik ben blij dat ik hier een huis heb gevonden.